jullie mogen even karakter voor je pakken. Iedereen, zo netjes als Saar nu zit, met je karakterwerk voor je. Les 4. Jullie gaan beginnen. Wij staan. Eerste opdracht. Olivia, jij leest opdracht 1 voor. Zet een rondje om dat woord. Ik ben Mariska Wetsinga. Ik werk op de Prinses Marijke School in Nijverdal en ik sta voor groep 5. Wij gaan naar het theater. Ja! Nou, theaterlezen is de leukste les van de methode. Na 2 weken op de vrijdag hebben we altijd theaterles. Kinderen mogen dan toneel spelen, ze mogen samenwerken en groepjes werken. En met theaterlezen mag je elkaar helpen, aanmoedigen. Ik vind dat de leukste les van de methode. Zo gemeen, dit hondje moest die loodzware kaart trekken. En zijn baas staat rustig bij het Ik vind het heel belangrijk dat kinderen met verschillende niveaus samenwerken. Omdat je in het echt ook altijd ziet dat je elkaar kan helpen. Degene die een wat zwakkere lezer is, die kan zichzelf optrekken aan een hele goede lezer. Maar de goede lezer die kan juist een beetje doseren. En die kan juist uitleggen bepaalde zinnen en woorden. Wat een leerkracht misschien nog niet eens zo snel kan. De rollen die zo zijn verdeeld bij het theaterlezen zijn zo dat degene die wat zwakker leest toch heel goed mee kan doen met het verhaal. Doordat zijn zinnen wat korter zijn, wat makkelijker zijn dan de anderen, maar wel heel erg belangrijk in het verhaal. Ze kunnen niet gemist worden. Ondertussen lezen ze wel mee met de andere 2 rollen. En zijn ze ook bewust van wat daar staat. Als je namelijk altijd met hetzelfde groepje leest, dan lees je eigenlijk altijd allemaal met hetzelfde tempo, waardoor je wat minder die uitdaging hoort. Stel je niet aan dat arme hondje op die foto heeft. Maar wanneer je dus combineert, dan horen ze ook verschillen bij elkaar. Dan leren ze van elkaar. Dus dat is heel belangrijk. Wanneer praat je dan snel? Soms is het echt fijn om snel te praten. Bijvoorbeeld als je haast hebt. In het begin laat je het lesdoel weten. Nou, van deze les was het dan intonatie en klemtoon. Vloeiend lezen en letten op langzaam lezen. En juist op heel snel lezen. En het is heel belangrijk voor de kinderen dat ze dat uit de tekst kunnen halen. Met deze theaterles gaan we ontdekken wanneer je iets vlug of wanneer je iets langzaam leest. De eerste. Oei, wat zijn die frietjes heet? Pak gauw aan. Snel. Keurig. Maar wanneer praat je dan extra langzaam? Nou, je begint altijd met een opwarming. Dus je gaat eerst kijken wat dan de oefening is en je gaat voorkennis ophalen. Nou, en dan gaan we verder. Gaan we ze uiteen in groepen. Ze zitten overal. Onderaan de trap, bovenaan de trap, in de vensterbank, op de grond. Dat mag allemaal. Dat maakt de les nog wat leuker. En dan gaan ze de les lezen. En dan heb ik ook altijd een tip die ik meegeef. Van nou, de eerste keer dat je het leest, let je op wat snel gaat. En dat geef je even een kleurtje. Leuk hoor, dat jullie de kaart zo mooi. Nou, en als je handen gaan verbranden doordat je een patatje vasthoudt die heel heet is, dan praat je natuurlijk ook heel snel. Dus ik wilde wel dat ze die zin eruit haalden. En als je een uitroepteken aan het einde van een zin ziet, dan weet je al gauw, dat is een hard uitgesproken zin. Is die dan ook snel? Dus dan gaan ze dan op zoek. Wat is een uitroepteken dan? Ben? Hoe je het harder zegt, bijvoorbeeld. Kijk uit, er is brand! Oh, deze is een hele goeie. Keurig, perfect. Aan het einde dan vraag ik aan 1 groepje van, jullie hebben het zo goed gedaan. Wil je het nog even voor aan de klas doen, laten horen hoe het moet? Zie je, Pim? Daarom viel die... Ja, dan heb je ook een hele mooie succeservaring gelijk aan het eind. Ik vond het leuk omdat, ja, dan lees je met elkaar en dan is het leuk om dan die toontjes uit te spreken. Ik vind het best wel leuk omdat je soms ook moet luisteren naar hoe anderen lezen, omdat je niet elke keer aan de beurt bent, zeg maar. Je bent met elkaar en je leest en je leert met andere kinderen omgaan.